De nutriënten en de stikstofvorm waaruit de meststof is opgebouwd zijn bepalend voor de droge stof en de eiwitopbrengst van grasland. Ureum is een van de drie bekendste stikstofvormen. Ureum wordt door de in de bodem aanwezige ureaseenzymen in enkele dagen omgezet in ammonium en CO2. Bij deze omzetting kunnen stikstofverliezen optreden in de vorm van ammoniakgas. Onder Nederlandse klimaatomstandigheden kunnen deze zogenaamde ammoniakvervluchtigingen oplopen tot wel 20% verlies bij volvelds toediening. Ammoniumstikstof is de tweede stikstofvorm. Bij vroege toediening in het voorjaar, wanneer de gewasgroei nog op gang moet komen, is dit de beste stikstofvorm die de minste verliezen geeft. Ammonium wordt afhankelijk van de bodemtemperatuur in 1 tot 4 weken omgezet in nitraat. Dit proces wordt nitrificatie genoemd. Het gevormde nitraat gedraagt zich mobiel in de bodem. Dit betekent dat het bij een overmaat aan neerslag kan uitspoelen naar diepere lagen in de bodem. Om in het voorjaar de omzetting van ammonium naar nitraat te vertragen, om nitraatuitspoeling dus te voorkomen, biedt voor farmers meststoffen met een nitrificatieremmer. Grogras Stabiel bevat een overgroot deel ammonium die is gestabiliseerd met zo'n nitrificatieremmer en daarnaast een voldoende aandeel zwavel. Zwavel is een onmisbare bouwsteen voor eiwitten. Een tekort zorgt voor lagere eiwitopbrengsten en een lagere eiwitkwaliteit. Wageningen Universiteit heeft van 2015 tot 2020 in opdracht van Volfarmers de toepassing van Grogras Stabiel vergeleken met de toepassing van Grogras N plus S en Kas op de eerste en tweede snede grasland. Grogras Stabiel laat een 10% hogere droge stof- en ruw eiwitopbrengst zien ten opzichte van Kas. Het zwaveleffect uit Grogras N plus S zorgt voor een 5% hogere droge stofopbrengst en een 6% toename in ruw eiwit. Met Grogras Stabiel investeert de veehouder in meer ruwvoer met een hogere voederwaarde. De manier dat duurzaam ruwvoer telen rendabel maakt richting meer melk uit ruwvoer.